Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga voor deze nog tweede helft van juli een reading doen voor het collectief. Ik ben heel erg benieuwd. Een algemene reading. Nou, kijk of het resoneert met je, of je er iets aan hebt. Intuïtieve inzichten die erbij komen. En het kan zijn dat het pas later resoneert. Want het hoeft niet meteen op dit moment. Tijd is vloeibaar, zoals jullie weten. En kijk anders een reading nog eens een keer terug. Maar dit is echt een algemene reading. Dus voor alle aardetekens, luchttekens, vuurtekens en watertekens. Want er is natuurlijk ook gewoon een gemeenschappelijke deler. Kijk eens, daar ligt er alleen. Ik ben heel benieuwd. Wat hebben we voor het collectief? Wow. Wat hebben we voor het collectief? Maagd, steenbok, stier, tweelingen, waterman, weegschaal, boogschutter, de leeuw, de ram, de kreeft en de schorpioen en de vissen. Wat is er voor hen in de kaarten? Waar kunnen ze rekening mee houden? Oh, dat zijn er veel te veel. Je kan een persoonlijke reading bij me aanvragen via de mail. Of een reflectiegesprek. Het staat allemaal bij de videobeschrijvingen. Soms is het fijn om wat nader... Oeh, die wil er heel graag uit. Oh, karma. Soms is het fijn om iets nog wat verder uit te diepen. Dat kan je voor een half uurtje doen of voor een uur. Om eens even verder te kijken. Maar we gaan nu eerst kijken naar het collectief. Het kan ook een algehele, algemene sfeer zijn. Hè? Die iedereen een beetje voelt. Ik ga eens even kijken. Oh, ik denk wel dat het alweer over de liefde gaat. Eigenlijk altijd. Dit was de eerste kaart. Dit was de eerste kaart. Er is sprake van een connectie uit een vorig leven of van heel lang geleden. Nou, we gaan even kijken wat daarmee is. Oh, blokkeer iemand. Blokkeer iemand. Nou, ik denk dat er al heel veel ligt, maar ik ga nog even door. Er is karma. Kan het zijn... Sommigen van jullie zitten in een karmische relatie. En er moet gewoon nog wat worden uitgevochten. Ach, ach. Ja, dat is alleen maar groei, hè? Join us. Dus alleen maar groei. Wat is er voor wie bestemd vandaag? Oké. Nou, eens even kijken... ja, er is dus het kan sommigen, want het geldt natuurlijk niet voor iedereen. En iedereen zit, niet iedereen zit op hetzelfde moment in dezelfde energie en in dezelfde fase, dezelfde situatie. Maar daarom kunnen er wel deeltjes zijn die jou aanspreken. En ja, deze reading die geldt natuurlijk niet voor iedereen. Kijk wat er voor je in zit. Nou, er is een past life connectie. Ik heb heel erg het gevoel dat er mensen onder jullie zijn, personen onder jullie zijn, die een connectie gaan ontmoeten van heel lang geleden. Dat diegene weer opduikelt. En ik had het in een reading ook... De afgelopen weken. Ik weet niet meer bij welk sterrenbeeld. Maar in ieder geval, vandaag is weer een nieuwe dag. Dus nieuwe energie. Sommigen van jullie die gaan iemand uit het verleden tegenkomen. En dat kan zijn digitaal. Maar dat kan ook zijn dat diegene letterlijk je pad kruist. Of dat diegene jou belt, of dat jij diegene die belt. Maar of het kan ook zijn dat er via een derde partij, dat jullie met elkaar weer in verband worden gebracht.
Nou, dat is op zich is dat hartstikke leuk. Ik heb ook heel erg het gevoel dat je daar een pittige affaire mee hebt gehad. En dat een karmische relatie was, waarin oude wonden bij elkaar kwamen, waarbij dingen zijn uitgevochten, waarbij elkaars kindpijn werd aangeraakt. En wat dus groei betekent, maar wat ook mensen uit elkaar kan drijven, omdat het gewoon ja, te onrustig is en te heftig om in te leven. Maar wat ik ook zie is dat er een kaart uitvalt. Geef diegene een kans. Dus het kan heel erg goed zijn, omdat jullie uit elkaar zijn gegaan op een gegeven moment. En jullie worden weer herenigd, dat je allebei je pijnen hebt overwonnen, je hebt aan jezelf gewerkt en dat je nou fantastisch bij elkaar past. Dat zou heel erg goed kunnen. Dus ja, geef diegene een kans, want wie weet kun je het gevoel weer bij elkaar brengen, maar dan op een manier waarbij je allebei wijzer bent geworden, je hebt je ervaringen opgedaan. Je hebt je streken verleerd, je hebt je innerlijk kind heb je omarmd, waardoor je gewoon, nou ja, volwassen bent geworden. Het kan heel goed zijn dat die persoon die je weer tegen gaat komen, geen verantwoordelijkheid nam destijds. En dat dat nu wel zo is. Maar ik wil heel even kijken, want ik heb het gevoel dat er ook nog misschien iemand anders in het spel kan zijn. En kan het ook zijn voor een andere groep mensen of voor dezelfde personen dat je zo tabé wil ik zeggen, dat je zo klaar bent met de liefde op dit moment. En dat je veel meer bezig bent met werk. En dat je geld aan het maken bent. En dat je carrière wil maken. Ik ga nog eens even verder kijken. Wat is er met deze connectie uit vorig leven, zeggen we dan. Maar ik zeg lang geleden. En dat kan ook 10 jaar zijn, hè? Want wat is lang? Ik vind 10 jaar heel erg lang. Ik vind 5 jaar ook heel erg lang. Dus kijk gewoon, het is iemand waar je ooit iets mee had. En dat is uit elkaar gegaan door een heftige. Oeh, kijk, daar komt er weer een. Oh, die had ik gisteren bij de stier. En die had ik volgens mij ook in een vorige reading met de stier. Nou, stier, ik weet het niet of jij ook nog uit de kaarten komt vallen. Maar er zijn gewoon twee readings geweest waarbij de stier in aanraking is geweest met deze kaart. Dat er iemand is die spijt heeft omdat hij jou gekwetst heeft. Of andersom, hè. Maar goed, we hebben het niet alleen over de stier. Dit kan elk sterrenbeeld raken. Dus kijk eens wat dat is. En dat ging ook over een past life connectie. Zo zie je maar. Want ik schud de kaarten altijd heel vaak na en voor een reading. En dan ook nog tijdens de reading, zoals jullie zien. Dus wat eruit moet komen, valt eruit. En misschien heeft dat wel te maken met deze maand. Dat de energie is van deze maand. Dat het te maken heeft met connecties van vroeger. Dat mensen de balans willen opmaken. Dat mensen. Schoon schip willen maken want we hebben allemaal mensen pijn gedaan in ons leven. En dat je daar nog iets mee wil voordat je weer een stap gaat zetten in je leven. Dus dat zou heel erg goed kunnen. Ik vind het wel ongelooflijk. Ik ga nog verder kijken. Wat is daar aan de hand? Ja, en het kan heel goed zijn dat diegene die jou heel erg gekwetst heeft. Degene was die geen verantwoordelijkheid nam in jullie relatie of in jullie verkering of omgang, hoe je het ook wil noemen. Partnership. Het kan natuurlijk in alle vormen zijn en het kan een korte relatie zijn geweest, een korte fling of een hele lange relatie. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Oh, kijk eens. Oh, deze die moet er natuurlijk bij gewoon. Even kijken, want deze vallen allemaal op zijn kop.
Ja, er is die karma-relatie, daar was echt liefde, daar was passie. Passie. Misschien nog meer passie dan liefde. Want door de passie kan soms ook er zijn omdat er pijn is. En dan kun je ook een hele goede seksuele relatie met iemand hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo dat je die moet verwarren met liefde. Maar ja, dus probeer die dingen niet aan elkaar te koppelen. Maar ik denk dat die relatie met die past life connectie, dat het een hele heftige relatie was. Ja, en die komt weer terug op een of andere manier. Ouder geworden, wijzer geworden. Ja, dus misschien dat die chemie weer terugkomt. Oh, kijk nou. Oh, dit is alleen maar lust. Ik heb heel erg het gevoel dat dat was. Dat dat was in die relatie met diegene van vroeger. Dat was lust. En dat had alles te maken met karma. En met passie. Ja. En het kan heel erg goed zijn dat de andere partij wel met liefde daarin zat. En dat degene die meer aan de lichamelijke kant zat, hè, dus de lust, de seksuele kant, dat woord zocht ik, dat die nu spijt heeft dat die jou niet serieus genoeg heeft genomen. Want het was wel heel erg heftig en vermoeiend. Dat is wat ik voel. Dat is heel erg wat ik voel. At the right place, at the right time. Misschien om diegene weer te ontmoeten. Nou, ik ben heel erg benieuwd voor wie dit betreft. Voor wie dit geldt. Ja, laat het me weten ook, hè. Ik ben heel erg benieuwd wat dit is. Ja, ik weet niet of je diegene moet blokkeren. Ik weet het niet. Misschien wel, misschien is het wel gevaarlijk. En dat was ook in de reading met de stier. Dat het gewoon misschien beter was om het niet weer te gaan oprakelen. Deze moet ik hebben. Afwijzing. Kan het zijn dat je bent afgewezen door diegene waar je vroeger mee was? En waarvoor het eigenlijk alleen maar lust was? Dat je door diegene bent afgewezen. Omdat diegene ook merkte dat jij er veel meer met je hart in zat. Met je hart, met liefde. En dat diegene dat eigenlijk helemaal niet kon bolwerken. Dus die vond het wel leuk, maar het moest niet te dichtbij komen. Wilde geen verantwoordelijkheid nemen. Ik denk dat daarom uit de kaarten ook deze valt. Omdat het, je loopt een risico dat deze relatie weer op die manier zou kunnen gaan lopen. Ondanks de volwassenheid en de groei. Het is toch een waarschuwing. Het is toch een waarschuwing, alle tekens. Het is een waarschuwing. Ja. Ik wil nog een kaart. Ja. Diegene wilde geen verantwoordelijkheid nemen. En is dat dan nu nog steeds niet zo? Ja, ja, ja. Want deze kaart komt er ook uit, hè? Van geef diegene maar een kans. Je kan het proberen, maar hoe sterk ben jij geworden in die tussentijd? Nadat het destijds beëindigd is. Oh, 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 oh. Dit is te veel. Oeh, oh, oh. Oké, die wil ik wel hebben. Ja. Er gaat wel een deur open. Er gaat een deur open, collectief. Er gaat een deur open. Als ik jullie allemaal aanspreek, dan heb ik het over het collectief. Er is iets voor iemand die deze reading moet horen. Ja, die hiermee bezig is. Ja, dat er iets aan zit te komen van een past life connectie. En dat er toch enigszins dat je moet opletten. Dat je moet opletten of je diegene weer binnenlaat. Het zou een situatie kunnen zijn dat er weer een deur voor je wordt geopend. Maar het kan ook zijn, de vraag met deze deur of je hem wel open moet doen als diegene voor de deur staat. Ik
vind het echt heel bijzonder. En ik ben nog niet klaar. Ik ben niet klaar. Nee. Wie gaat dit aan? Sommigen van jullie maken dit nu mee. Ja, sommigen van jullie maken dit nu mee. De verleiding om terug te gaan in een relatie die destijds zo heftig was. En die weer opgepakt zou, die weer opgepakt zou kunnen worden. Blijft het dan karma? Of ben je over dat karma heen? Ja, worden dezelfde fouten gemaakt? Zijn dezelfde triggers weer aan de orde? Ik vind het echt... ja, je zou de uitdaging aan kunnen gaan. Omdat je gegroeid bent. Oep, deze wil ik hebben. Your prayers have been heard. Oh, wat ik nu heel erg voel en ook intuïtief doorkrijg, is dat de persoon die hiermee bezig is, heel erg lang gebeden heeft, gesmeekt heeft in gedachten om die persoon weer tegen te komen. En ik weet niet of jij dan degene bent die er toen in zat voor de lust, of degene voor de liefde. En ik denk het laatste. Ik denk het laatste, want je hebt die persoon nooit kunnen vergeten. Je hebt hem nooit, hem of haar, hè, nooit kunnen vergeten. Oh, nou dan is het misschien toch de bedoeling dat je gaat kijken wat erin zit. Ik ga de wijsheid van het orakel erbij halen. Ik vind het een hele bijzondere reading. En nogmaals, voor sommigen van jullie is deze reading zeer van toepassing. Ik weet heel zeker dat er iemand is die hiermee bezig is. Ja, ja, geef diegene maar een kans. Ga kijken hoe sterk je bent, of je het aan kunt. En of je ook op tijd aan de bel gaat trekken als je merkt dat het weer de verkeerde kant op gaat. Ja. Het zou best eens de stier kunnen zijn, maar ik weet het niet. Of de ram. Maar het kan allemaal, laat het me weten. Deze steekt uit. Wat is dit? Gezegend. Je bent een gezegend mens. Je bent een gezegend mens. En waarom? Sowieso omdat je gegroeid bent en de karma voorbij bent. Maar ook dat als het zo is... dat jij er jarenlang van hebt gedroomd om deze persoon weer tegen te komen, dat je dat echt hebt gehoopt en dat je dat ook hebt gemanifesteerd, dat die persoon inderdaad weer voor je neus gaat staan. En dan is de vraag, doe je open? Doe je open voor deze persoon? En ben je inderdaad op het goede moment, op het juiste tijdstip daar... en die persoon bij jou. Ja, dat je eraan toe bent. Ik vind het heel bijzonder. Ik wil nog een helende engelenkaart. Ja. Ja, het kan heel goed zijn dat je het hebt gemanifesteerd. En dat diegene je weer wil ontmoeten. Maar let wel op. Let op. En vertrouw op je hart. Vertrouw op je hart. Je hebt het meteen weer door als het niet in een volwassen situatie voorbij de karma kan gaan. Deze steekt uit, die wil ik. Geduld. Oh, misschien ben je 43 of 34. Of is die persoon op dit moment 43? Heb geduld, heb geduld. Laat het toe. Ik denk dat je het moet toelaten. Geef het een kans, want dit is wel jouw wishful thinking altijd geweest. Dus dan zou het zonde zijn dat je het niet gaat uitzoeken. Maar heb wel geduld om te kijken of het nu, of die relatie op een andere manier vormgegeven kan worden. Zodat het een gezonde relatie is die gelijkwaardig is. Gebaseerd op liefde en niet alleen op passie. Nou, dit was de reading voor het collectief, half juli. Ik ben heel benieuwd en ik wens je succes.